als je hard wil gaan, als je hard wil vliegen, als je goed wil vliegen, als je eerste prijs wil halen, vroege duif wil pakken, dan moet je er wat voor over hebben. Ik heb dit nog even proberen, die dag op. Alles staat hier in het teken van die eerste prijs. Als ik helemaal geen duif draai, dan ben ik toch wel even down. Dus je bent toch de hele week ervoor aan het poetsen in wezen. Je steekt er al je tijd in. Ja, de spanning loopt nou wel aardig op voor de eerste vlucht toch. Je moet deze week. 5:14. Zo. Hier, Amsterdammers zijn duivenmelkers. In de jaren 50 was er geen dak in de Jordaan zonder duiventil. Tegenwoordig zijn er minder melkers, maar ze zijn wel bloedfanatiek. Bent u blij dat het seizoen weer begonnen is, meneer? Ja, natuurlijk. Ja? Waarom? Nou, dan kunnen we weer bij de vrouwen weg. Ja, zo is het. Nu het duivensportseizoen weer van start gaat, volgt Amsterdam Spijl drie jonge duivenmelkers in de aanloop naar de eerste wedstrijd. Begin nou, de spanning begint nou te stijgen. Ja, ik heb wel hoop vertrouwen in ook, maar ja, dat is altijd. Kijk, je kan redelijk een beetje meevliegen, laat ik zo zeggen. Maar er zijn ook mensen die willen mij pakken. Ja, en dat is sport. Gisteren de eerste vlucht gehad, we gaan voor de training. Maar toen de eerste duif boven het huis vloog, toen was voor mij het seizoen echt begonnen. Mijn opa had duiven, mijn overgrootvader had duiven. Zo hebben mijn vader en mijn moeder elkaar leren kennen. En ik ben geboren in een kinderwagen, het duivenlokaal binnen komen rijden. Het is een groot onderdeel van mijn leven, de duiven. Ik kom 's middags thuis of 's ochtends en ik laat mijn duif uit, dan ga ik zitten op die stoel en dan is het mijn ontspanning is het. Ook als het min 10 is, min 5, ook als het regent, je moet altijd ermee bezig zijn. Gewoon zorgen dat alles tip-top blijft, want dat zijn de prijzen voor het volgende seizoen. Kijk. Je hebt ook mensen die houden duiven om het duiven houden, maar daar heb ik ze niet voor. Het eerste worden. De snelste zijn, de beste duiven hebben. Ja, dat is. Hebben we nu vanaf september is het vorig seizoen gestopt. En hebben we nu even 8 maanden op moeten wachten. Als je de hele week aan het duiven verzorgen bent, maar je ziet ze niet thuiskomen, ja, dan. Dan ontbreekt er natuurlijk heel wat. Het moment dat ze ineens uit de lucht komen vallen, soms van 300, 400, 500 kilometer weg, dat is het hoogtepunt van de hele week natuurlijk. Waar is het mee vergelijkbaar? Het geeft net zo'nzelfde kick als dat Ajax in de laatste minuut de 2-1 tegen Feyenoord scoort. Het is zo'n kick geeft het. Ja, ze komen er dan hoor. Ze komen al wat lager. Het blijft toch kriebelen, hè, die sporten. Het is, Rob, ik zocht iemand om mee te doen, dus ik dacht, ik ga er weer aan beginnen. En eigenlijk dacht ik van, nee, ik begin er helemaal nooit meer aan. Maar ja, je kan het niet laten. Nee. Het blijft een, Het blijft een aantrekkelijke hobby en het blijft een virus als het ware in je lichaam, wat je altijd mee zal blijven dragen. Ja, het gevoel, de spanning, de adrenaline, het geeft toch wel een kick, weet je. Als je toch over 10.000 duiven, je hebt een paar duivjes mee en je vliegt gewoon in de eerste. Dat,
Dat geeft wel een goed gevoel. In de daarvandje komen. Er zijn veel mensen die van vogeltjes houden, maar als je dan ook nog een keer los kan gooien en je kan ze meegeven op wedstrijden, dan dat maakt het toch erg bijzonder. We hebben de tentoonstelling al gewonnen. We hebben bijna alle prijzen weg met onze gabber van examen. En, ja. En volgende week zit je bij de eerste, Rob? Nou, we zullen er wel bij zitten, daar ben ik zeker niet bang van. Jij ook niet, Jeroen? Nee, ik denk het ook niet, hoor. Je hebt goede duiven. Ja, zoals ik ze afzien heb gezien, komen zaterdag ging het redelijk goed. En ja, er zaten ook een paar knappen bij die vooruit kwamen. En ja, ze hebben de spirit erin, dat zie je. Ze zijn speels, ze willen eraf, ze klappen eraf. Het is een beetje gezellig bij je op het hok. Ik vind het erg gezellig, vind je hier? Allemaal kleurtjes. Maar elk dingetje heeft een ander kleurtje. Fotootjes erin. Ja, ik vind de sfeer is wel een beetje belangrijk, denk ik. Misschien ben ik wel helemaal niet goed op mijn hoofd. Dat zeggen ook wel eens mensen. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Ik denk, jij vindt het ook leuk als je een schilderijtje hangt in je huis. Toch is het een hobby die je niet veel meer ziet, hè, bij de jongeren van nu? Nee, het is helemaal... Nou, dan ben ik al 23 jaar, dan is... ik denk dat ik... een van de jongsten ben in Amsterdam en omstreken. Die echt fanatiek aan de duivensport, vaak met de duivensport bezig is. Ja. Vroeger waren er in Amsterdam nog een 40, 45 verenigingen zelfs wel geweest. Dus zat er in elke buurt wel één of twee. En nu? En dat is helemaal gebeurd. In Amsterdam-Oost zit er nog één. In Zuid zit er geen één meer. Dus hoe je ook zou zoeken in Zuid. Niemand in Amsterdam-Zuid komt meer in aanraking met de liefhebberij. Het speelt zich gewoon niet meer af. En ja, dan wordt het natuurlijk wel een moeilijke zaak. Het was eigenlijk een sport vroeger voor mensen met minder geld eigenlijk als het ware. Want die hadden hun duifjes en die hadden toch een hobby bij huis. En ja, het kon allemaal en het is allemaal minder geworden. Ja. Het oude Amsterdam is in een aantal buurten helemaal afgebroken. Dus waar vroeger oude huizen stonden met tuinen en zolders. Daar komen nu voor in de plaats flats zonder zolder en gemeenschappelijke tuinen. Nou, in zo'n hoekje is het ook afgelopen. In een omtrek van een luchtbreedte van 500 meter zaten er toch wel een stuk of 8-9 liefhebbers. De straat erachter, de straat daarachter, naast ons. Nou zit waar ik gewoond heb, dan zit nog één liefhebber. Veel mensen die kennen geen duiven houden met de huizen. De buren zijn tegen of de deelraad is tegen. En dan wordt het vaak moeilijk. En stukjes als dit is eigenlijk weinig te vinden in Amsterdam in omstreken. We hebben nu de 459 Ras Toné, Jos Toné uit As. Op vieze plank. Op mijn eigen. Hey. De jongen daar gaat de vol bij gaan. En daarom willen wij als insulinepost willen we hem stimuleren. En geven we namens de club, geven we deze duif, geven we cadeau. En ik hoop dat hij er veel geluk mee, dat hij veel vroeger prijs zal vliegen. In ieder geval hij is voor jou. En ik hoop dat je nog lang in de duivensport mag blijven. En ik hoop dat er nog veel meer nieuwe jeugdleden hier al in insulinepost zullen komen. Er is nu zoveel vertier, discotheeks, mensen hebben al andere hobby's gekregen. En vroeger had je maar één hobby, dat was duiven. Je had geen, dat je kon fitnessen, dat had je vroeger niet. Bestaat deze club dan nog wel over 10 jaar? Dat hoop ik wel van wel, maar ik heb er een hart over in. Dat wordt helemaal teruggedrongen door het beleid van hier Amsterdam. Ja, zo werkt het. Ja, heel triest. Dat is zo afgehaald in principe. Op de dag voor de wedstrijd besluiten Barry en Rob om nog wat voer te kopen voor hun duif. Ik heb dezelfde duif. Dat is allebei 60 euro meegegeven. Hoe selecteer jij nou je voer? Niet.
op kosten. Ja. Dat is uit, hoor. Nou ja, gewoon simpel. Voer is voeren en ik baseer het echt op kosten. Ik denk dat ik neem gewoon het goedkoopste voer en ik vind het prima. En we zouden zien, dat is toch een sfeertje voor de duivelhubbers. Ze gaan hier terecht en elke maand een hoop mensen over de voer. Een bakje koffie drinken en over die duiven te praten natuurlijk. Vrouwen niet, maar verder hebben ze het over alles. Duiven. Ze hebben het niet over vrouwen? Nee, dat is... Nee. Waarom niet? Ja, weet niet. Dat is... Nou ja, dat hoort er niet bij. Hè. Nee, duiven en vrouwen gaat niet samen. Veel meer moeten we niet nemen, want dan ligt die op zijn rij. Je hebt natuurlijk allerlei soorten voer. Heb je van verschillende soorten merken en verschillende soorten samenstellingen. Maar ik heb sinds verleden jaar heb ik mijn eigen samenstelling ontwikkeld. Of ontwikkeld, dat heb ik van een goede liefhebber uit een krantje overgenomen. Die vliegt hard. En ik denk, ga het ook proberen. Het is verleden jaar aardig gelukt. Ik geloof daar niet in. Ik heb goedkoop te voeren en ik vind het ook prima. Ja, de een gelooft erin, de ander niet. Nou ja, we zullen het zien. Het weekend zal het uitwijzen. En op wat voor manier kan je die duiven nou sneller terug laten komen? Het wetenschapsspel. Dat is, het mannetje is de hele week alleen. Het vrouwtje komt erbij. Mannetjes die springen bij dat vrouwtje in de broedschaal. Ze denken, nou, we kennen de seksbedrijven. En dan haal ze voordat het gebeurt, haal ze er eigenlijk als het ware af. Dus die mannetjes die zijn zo... Ja, met hun gedachten van, dat vrouwtje zit thuis, ze gaan de mand in, ze worden gelost en ze komen met een rotgang als het ware naar huis. En dat is het mooiste ervan. Maar is het nou niet gewoon allemaal ook een beetje toeval elke keer? Nee, absoluut niet. Als jij een goede duif hebt, dan kun je hem inrekenen. Als jij echt weet, uiteindelijk weet jij van wat oudere duiven, weet jij gewoon genoeg. Die heb je 3-4 jaar meegemaakt. En het zijn toch de duiven die je zelf gekweekt hebt. Ja, een goede atleet rijdt hij ook in. Bij paardenracen weet ze ook meestal wie er gaat winnen. Dit moet helemaal roze zijn en dat moet dan gespannen staan. Dat betekent dat hij in een goede conditie is. Oké. Okay. Dus daar let je allemaal op. En als dat allemaal in orde is, dan kan hij mee. Ik ga er vandaag 51 mee laten vliegen. En dat is dan bijna alles waar ik mee kan vliegen. Die gaan vanavond mee. Deze is klaar, hè? Ja, die weet hoe Nico, hè? Ze begint dan nieuw lid, hè? 5:13. Meneer Van Eck, David van u gaat er ook in, hè? Bedankt geweest, hè? Gaan ze. Het zal dan maar de vraag of ze terugkomen. Ja, die komen. Je kan er wel eens eentje kwijtraken. Maar het is druk binnen, dus ik zal ze maar even... Hoeveel kilometer moeten ze morgen? Morgen gaan ze voor mijn hok 72 kilometer vliegen. 72 kilometer. In het midden van het seizoen dan komen we terecht op 700 tot 900 kilometer. 600 tot 900 kilometer. Dus morgen is echt een kort vluchtje? Morgen is een kort vluchtje. Dat zijn voor de snelle jongens. De echte sprinters. Voor het snelle werk. Hoeveel is het woordje morgen? 1 natuurlijk. Hoeveel? 1. Ik zie het morgen wel. Zeg goed, ik zit hier gewoon bij de eerste 3, denk ik wel. Wie zit bij de eerste 3? Hoeveelste word je morgen, Barry? 1 natuurlijk. Je wordt 1? 1, wat denk jij dan? Doet je toch wel wat. Het begint weer. De beestjes.
Ze weten in principe dat het ieder moment kan gaan gebeuren. Iedereen zit nu in spanning naar de teletext te kijken. Zijn ze los of gaan ze los? Want dat zet Arie van Dam zet dat erop. Ze kunnen binnen een uur of binnen een half uur gelost worden. Hier staan de duiven van Barry van Dam. We moeten het zometeen gaan doen voor de mannen. Als Arie zometeen belt van klaarmaken, dan heb je kans dat je een heel andere Jan ziet. Dat is Jantje. De convoyeur. Jan, jij bent helemaal klaar. Nou, dan weet ik dat. Ja, wij kunnen hier lossen. We hebben mooie blauwe stukken ertussen, af en toe witte wolkjes. Dus. Die duiven die hebben een chipring, die hebben zo'n. Daar zit hun ringnummer in geprogrammeerd. Ja. En dat ze mee zijn nu op deze vlucht. Wanneer ze hier opvallen, dan hoor je hier een piepie in dit kassie. En dan is de tijd geregistreerd. Zeelands 9 uur draaien. Brabant 10 uur. In Noord-Holland nog niet. Nee, Zuid-Holland ook nog niet, maar dat komt zo wel. Binnen een half uurtje gaan ze wel los. Ja. Ja, dat kan zo. Met mijn gabbetje en ik die zijn best wel allebei van we pakken jullie wel even. Ja, dat is wel erg. Dan heb je eigenlijk wel een dubbele teleurstelling als het nou helemaal tegen gaat vallen. Echte lantaarnpalen, ik bij die vrij veel zicht hoor. Wij gaan hier klaarmaken. Oké, okay, doei doei. Wij gaan klaarmaken. Van Dam. Barry, hi jongen. Hi Rob, fijne gozer. 10 voor 10 zijn ze eruit. Ja, ik weet het, ik had het gelijk. Oké, nou dat je het weet. Tussen half en tien over half dagen. Wel? Dat kan je wel vergeten, tussen half en tien over half. Maar mijn zijn goed in een beetje, ja hoor. Ik was al dragkampioen, hè. Dat zegt niks, hè. Barry? Ja, Barry. Barry denkt tussen 10 voor 11 en 11. Dat is makkelijk snel uit, hoor. Dan heb je weinig vertrouwen als je daar vindt. Ik vind wel een beetje laat. Ik ben nou een beetje zenuwachtig, maar het is gezonde zenuw, gezonde spanning. En dat is niet erg. Korte afstand, dus ze waren goed, dus denk dat ze wel goed zijn. Maar ja, het is altijd afwachten. Hè. Ze blijven bezig, het zijn geen machines. Je kunt ze niet besturen. Dus. Er gaan er al 2 over naar. Ik heb toch 5 minuten nauwkeurig op zo'n afstandje wel uitrekenen, kijk daar. Kwa, 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 kwa. Meteen. Yo! Hier, kom er 2 dagen. Ja, kom maar er dan. Ja, wacht even! Krijgen erbij! Even krijgen er 2, rustig aan. Go, jongens. Kom maar er 2 in. Rustig af en toe erachter. Nee, of klokken. Goed zo, kwart. Kwart. Kom op, kom. Kom op, kom. Kom op, kom. Kwart. Kom op, kom. Kom maar, kom maar. Ja,
Baning heb er ook al een. 39 met 51. Kom maar. Maar ik denk dat we niet laat zitten. Want op het moment dat ik zei, er gingen er twee over. En nog één? Oh, daar komen we. Maar kijk, er komen er nou 4 duiven tegelijk aan. Maar de eerste zit al in de klok. Of wat zeg ik? 4, dan komen er nou 6 aan. Twee. Heel hoog. Kom. Die ene duif, joh, die eerste. Op dat moment werd er op de deur geramd, weet je toch? En de hond ging tekeer meteen, omdat hij op die deur geramd werd. Ja, dat moet je niet hebben, joh. Ja, hij verspeelt een beetje. Hij verspeelt, denk ik, een minuutje of zo. Veel, hoor. Anderhalve minuut. Veel, hoor. Ja, dit is in de klok telt, hè. Dus. Je weet het pas als je de uitslag in je hand hebt. Die telt. En voor de rest die telefoontjes en die tijden en die dingetjes, die tellen allemaal niet. Laten we nou maar eerst wachten tot, tot de uitslag uit is. En waar we dan staan, dat telt. Halverwege toch? Staat op die deur te bonken, zeg maar. Hij zegt, ja, die deur zit nog gesloten. Doe ook iets. Ik zeg, wacht nou even, we krijgen er eentje. Moet je zeggen, ik geef... Hier worden op dit moment alle modules worden uitgelezen. Ja. Die had ik dus in mijn kok thuis staan. En die neem je mee. Die gaat hier erin. En dan worden de tijden eruit gelezen. Dat is ook leuk hoor, dit. Nu eens zijn. Wil je ook? Ook bij uitslag? Wat is dit? Dat is de uitslag, hè? Oh, stop. Rondje. Zit op 11. 11e is het. Wat een narigheid heb ik weer. Wat heb ik weer. De 13e duif. Taak toch? Nee, Jan. Ja, natuurlijk. 42. Eerste plaats vandaag op 37. Giegelaar Schrijver. Even een applausje. Yes, gefeliciteerd. Tweede plaats, op 38 met 31 seconden, Dirk de Jong. Dirk, er zitten hier veel goede liefhebbers in de club ook. Ja, het is niet iedere week, de ene week is die één en je gunst elkaar allemaal. Vandaag ben ik 4 en ik heb ze redelijk goed gehad. Ik heb er echt hier, mazzel. En ik heb er 7 voor Rob, dat is ook leuk. En Rob, hoeveel zit Rob? Rob is, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e liefhebber. Tevreden? Ja, best nee. Wel. Ik ben niet tevreden. Niet in die mate dat ze erin kwamen, maar normaal hebben we wat vroeger gezeten. De uitslag, als het erin komt. Maar je blijft doorgaan, hè Rob? Tuurlijk, ten alle tijden. Ten alle tijden doorgaan? Ten alle tijden. Volgende week ben je? Zal ik nou wat voorzichtiger zijn? Volgende week hoop ik natuurlijk 1 te zijn. Die week erop ook. Dus een nieuwe ronde, een nieuwe prijs, een nieuwe kans.